Het Mauritshuis in Den Haag heet officieel Koninklijk Kabinet van Schilderijen. In 1820 werd het ingericht als museum. Onlangs werd de verwarming ervan veranderd. Vroeger bracht de bode met een juk de brandende kachels op hun plaats. Een omslachtig werk dat bovendien gevaar opleverde voor de kostbare collectie. Sinds enige tijd is het gehele museum nu centraal verwarmd. En wel op heel vernuftige wijze. Alles is in de zalen, in de banken en in de lambrisering weggewerkt, waardoor het fraaie interieur niet ontsierd wordt. Het Mauritshuis bezit een kleine maar uitgelezen verzameling schilderijen van Hollandse en buitenlandse oude meesters. Van de vroeg 16e eeuwse schilder Hans Holbein onder andere dit portret. Van Rogier van der Weijden, de afneming van het kruis, geschilderd in de eerste helft van de 15e eeuw. Een vrouwenportret, geschilderd door Petrus Paulus Rubens. Van de Hollandse meesters vindt men er onder andere dit vrolijke familietafereel van Jan Steen en de jonge stier van Paulus Potter. Deze dagen werd een schilderij Gezicht op Deventer van Meindert Hobbema door een in Zwitserland wonende landgenoot aan het museum geschonken. Met zijn prachtige collectie behoort het Mauritshuis tot de meest vermaarde musea van Europa.